Er gaat hier iets niet helemaal goed. Papa! Er zit iets in mijn onderbroek! Allereerste keer dat ik ongesteld werd. Voor allereerste keer ongesteld, dat weet ik nog heel goed. Ik was pas 10. Ik zat op streetdance en dat was met een clubje meiden. Ik weet nog heel goed dat ik thuis was, gelukkig. En mijn zus was thuis en mijn nicht was er en mijn moeder. Mijn ouders hebben mij nooit echt, althans niet dat ik me kan herinneren, echt voorbereid op de eerste keer menstrueren. Ik was op school. En ik weet nog goed dat ik naar het toilet ging en ik keek naar beneden en ik zag een donkere substantie. Het was ook niet echt rood-rood, het was een beetje bruinig rood. Huh? Ik had toch echt wel een grijs-witte joggingbroek aan. Hey, wat is dit nou? Ik vond het echt eng. Ik was bang. Ik dacht, ik heb wat gedaan. Dus ik loop naar mijn moeder. Ik zeg, volgens mij is het zover. Oh, je bent ongesteld geworden. En wat is dat dan? Shit. Toen kwam mijn zus dus naar me toe en die zegt, oh ja, je bent ongesteld. En dat heb ik dus ook gehad. En ik vertrouw mijn zus gewoon. Heeft iemand dit gezien? En toen zei mijn zus tegen mij, ja, je moet wel allereerste keer ongesteldheid binnen onze cultuur en geloof, moet je dan je nagels knippen. En dan had je ook echt zo'n nummer waar je ook zo kon. Dus toen ben ik echt zo, op die manier ben ik naar de kleedkamer gegaan. Ja, dat moet de eerste keer en dan word je gereinigd. Heel verhaal. Ik denk, ik doe het maar. Wat ik het gênantste vond was dat mijn moeder dat dus wilde vieren, want haar meisje was een vrouw geworden. Mijn nagels geknipt en ik moest mijn haren wassen en dan moest ik op het balkon staan. En dat we de staartjes zijn gaan halen. Maar dat moest ook verteld worden aan iedereen. Ze is ongesteld geworden voor de eerste keer. Nou, dan sta je dan met je dikke maandverband in je broek voor het eerst met je buikpijn en je rode kop. Ja. Oh, echt waar? Ja, hoor, want ze is een vrouwtje geworden. Nou. En ik stond daar op het balkon en ineens komt mijn moeder die zegt, wat doe jij nou? Ik zeg, ja mama, dat moet toch? Mijn moeder die heeft me aangekeken, die zegt, ga jij heel snel naar binnen? Iedereen feliciteerde me. Gefeliciteerd, hè? Je bent een groot meisje, noemde me oma. De bakker, de buren, haar ouders, andere opa en oma natuurlijk. Volgens mij iedereen die het wilde horen. Mijn hele familie. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Gewoon al die zusters van mijn moeder, die kwamen allemaal met cadeautjes aan. Ik vond het echt, ja. Het was echt helemaal niet leuk. Ik heb gewoon een maandverband gekregen. Ja, die maandverbanden in die tijd, dat waren echt van die hele dikke, brede maandverbanden waren dat. Ik heb gewoon met een soort van pampertje gelopen. Zo. En je had nog geen vleugels en je had nog helemaal, dat was er nog helemaal niet. En het was echt gewoon een dot watten. Dat voelde zo raar. Ik had er nog nooit iets in gedaan. Ik vond het gewoon heel eng om een tampon erin te gaan doen. Ik heb het wel geprobeerd, maar met zo'n inbrenghoes. Ik wist niet waar je dan aan moest duwen. Aan die tampon of aan dat trompettending. Ik dacht ook eerst dat het hele ding erin moest. Zijn moeder zou het je laten zien. Ik zei, nou ja, dan doe ik het bij mezelf. Ik zei, godver, echt niet. Het is niet zo eng, je kan het er gewoon in doen en je moet even het touwtje goed vasthouden. En anders zet je maar gewoon je been op de badrand. Dan gaat het wat makkelijker. Ja, het is wel een ritueel, ja.